Thank you.
genomen. Ja, ja, dat is jouw bus, ja. Hans van de Schootbrug heeft 3-3-1. Okay. Nee, hebben we ook gekeken? Wat op... Ja, Hans staat er ook in. Ja. Ja, we hebben net gekeken, geconstateerd dat het Hans was. Ja, nou ja, ik... Van mooie prestaties in de baanatletiek. Zeeman onderweg, Hans-Peter Lucas, hier komt Peter Groothuis. Gaat op weg naar het hardloopparcours, 10 kilometer. Van de man van Triade Zwolle. Kom op, Rudolf! Heel graag. Die zijn dan uit de 2 De briefing is al melding gemaakt vooraf. Dus we doen ook, we zijn links aan Odebeek lopen. Hier linksaf, je gaat het mee uit. Linksaf die kant op. Dan in het grote puur. En dan is het drinkkast. Het wedstrijd, je mag elkaar doen. Het klassieke feit, we zagen ook de snelste Hardenberger terugkomen. Tackle, Paul van Triani. Dat is prima hier onderweg. We hebben ook de vieze deelnemers vandaag in het deel. We gaan samen weer terugkomen. Jan van der Poel en Antwerpen is ook al begonnen. Dat is hardlopen. Ja, geweldig.
kun je zien hoe dat zich toch heel snel ontwikkelt. Gaan die bakken zijn drijven zich opwarmen, zeg maar. Dit kan dus zeker zo'n bijzonder schouwspel kunnen in de vecht. Dankjewel, wij zijn 2 minuten voor vertrek hier van deze 8e triathlon. En dat wil zeggen dat... ...door efficiëntie. Draaien en partners uit Groningen, Waterschap Veststromen, de Haren, Visio uit Hardenberg, Kompas Transport, Medifast en natuurlijk de Jong en Laan Accountants eveneens uit Hardenberg. Oké, dat waren de reclameberichten. Nog 30 seconden. De wetenschap dat er is nu allemaal een 40 stukken doen, ongeveer 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer hardlopen. Ons ernaast bestaan. Dat is een best een ingewikkeld project, zeg maar. Tenminste, dat klinkt heel spannend. Maar een leuke middag van. En nou, hopen dat jullie met het team dan wel lekker mee gaan doen. Dankjewel. Hier gaat het voortreffelijk, Erik, aan de finish zijn. Zien we een aantal post voor mij komen. Henk-Jan Goor laat mij te lopen hier. Zij loopt dus aan de lijn. Mooi voor de atleten hier uit de regio. Dat is goed. Die deden natuurlijk nog voor voortreffelijk na het zwemmen, maar toen kwam het fietsen hier. Hier komt Henk-Jan Meijer. Ah, sterk hoor, de man uit Hardenberg natuurlijk. Vandaag is zijn eigen triathlon. Na het zwemmen, fietsen, nu dan... krijgt hij het bekertje aangereikt voor zijn echtgenoot. Dat moet goed gaan. Er zit nog iets extra's in voor Henk-Jan Meijer. Hier komt Erik Lentvert, de goeroe van de triathlon, mag ik het even zo zeggen, hier uit de regio. Al grote triathlons gehad in Almere, in natuurlijk ook Rood, maar ook op Hawaii. Ja. Leider is nog altijd in de wedstrijd, Hans-Peter Lucas, na 5 kilometer. Nog 5 kilometer is het verwijderd van een nieuwe zege hier in Hardenberg. Dus fotograaf op media na de finish hier, want straks krijgen we de laatste ronde hier van Hans-Peter Lucas. De jachtste triathlon zagen dus Marije Dappel op Jan Lucas. Joost Sopsen erbij. Over de ballen vast. Gewoon doorlopen. Hier zijn de tweede serie van de Aster. Binnendoor. We hebben een paar aandachtspunten. 10 minuten voor de winnaar van de triathlon 2016. Wij zijn in afwachting van diezelfde man. Een jaar later, Hans-Peter Lucas. Let op, Erik, ik kan je zo inbreken. We hebben nog 2 minuten. Het water is heel goed om in te zwemmen. Hier wordt het zo van...
tenzij het de hoge belangen zijn dat we het niet kunnen. Dus dit kunnen we heel mooi combineren. Fantastisch. Hè? Niet alleen het water faciliteren jullie, maar ik begrijp ook nog in materiële zin. Hè? Ja, zeker. Dit is prachtig. Oké, Erik, wij gaan hier naar de finale van deze wedstrijd. Hier komt de winnaar straks aan. Ja, dat gaat hij prima doen hoor, dames en heren. Applaus voor de winnaar van de tweede editie van de Dion Vriendenbond, Han-Peter Lucas. Prachtig gedaan, hij loopt sneller dan vorig jaar. 1 uur, 56 minuten en 57 seconden. Dat is een prachtige tijd voor deze Han-Peter Lucas. Jorieke Kastelein, leidster bij de dames, dat is de titelverdediger. En kijk, wat een souplesse, mooi Jorieke. Dat doe je geweldig. Wat een snelheid nog in de finale van deze 10 kilometer. Dat is een mooie zonderdeel. Waarom is dat zo mooi? En dat deed jij. In de tijdrithouding ging het beter en beter. Ja, zeker. Dan ben ik pak even de nummer 2 bij. Die is goed, hè. Olaf Brouwers is de nummer 2. Ik ben jou verder. Je pakt die fiets. Even om wel zeggen. Ja, dat is mooi, hè. 3 en 2 onder elkaar. Hier, Olaf Brouwers, de nummer 2. Jij zegt dat fietsen, dat vind ik het mooiste. Dat ging ook niet verkeerd. Nee, ja, Marsje vloedde, dus daar gaan we ook nog steeds doorgaan. Hoe is dat met jou? Ambities? Ik leef van wedstrijd naar wedstrijd. Ja, leef van wedstrijd naar wedstrijd. Wat is de volgende? Ja, ambitie van een beetje B, maar ik zeg ook even rust en gaan stuffen. En dan is het thuiswedstrijd in Zwolle. September? Jawel. Ja, zeker. Dus de hele maand augustus even flink doortrainen? Ja, naar Frankrijk, iets meer. Berg in, goed zo, handbijt. We zien straks bij de prijsuitreiking. Olaf Brouwers was nummer 2. Erik Gunstra nog in de wedstrijd. Stadsport, komt Herman. Stadsport. Glenford. Twee uur van de zien bij de prijsuitreiking. Onder de matenschap gaan we nu naar Ronan Matens. Ook nog op de ronde hier. De laatste 10 kilometer. En dan mag je natuurlijk ook straks van de nummer 2 bij Henk-Jan van Goor binnen. En dit jaar zien we het weer gebeuren. Ja, het is voor Hardenberg gewoon een meerwaarde. En dit soort dingen moeten gewoon op dit moment gewoon hier plaatsvinden. Dat is gewoon geen coach. Dus ja, maar ik sta hier bij Jurgen Kastelein. De partij van Sarah Lynn Heuvel is een goede hardloop. Je hebt een heel goede keer, maar ging bij jou nog goed met hem over, toch? Is er een zwem in de vecht, hoe is dat? Hey, ik word armen, hè? Strak, hè? Strak, hè? Oh, ben je goed in zwemsel? Fietsen was een bordfest. Wel een hele goede aanbod. Met een krat, Triano. Want met dat vroege master. Ja, gelijk al hier aan verbonden aan het triathlon. Hoe is dat zo gekomen? Wij hebben een aantal mensen binnen Rio die erg sportief zijn en alle evenementen meedoen. En evenementen op het gebied van wielrennen enzovoort. En wij wilden eigenlijk als Rio een evenement in het Harderwijs. En zo zijn we in overleg met een aantal mensen op de sportservice gekomen tot de triathlon. Rechtstreeks in de samenleving, mooie kunnen natuurlijk niet, zeker een evenement als deze. Zelf ben ik ook sportief, maar eigenlijk zo sportief om te sponsoren, laat ik zo zeggen.
Ja, precies. Dat zit meer op het vak van sponsoring en sport kijken. Ja, maar zulke sportievelingen zijn we ook nodig, hè? Ja, dit is een goed verdeel. Geweldig. Heb jij de eer nog als de groep te mogen starten en de groep te mogen wegschieten? Of kijken jullie toe? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wij zijn hoofdsponsor. En Sportservice Hardenberg en allerlei commissies hebben dit georganiseerd. Maar er wordt vast wel gedacht. Arm mag de laatste stap doen. Ah, kijk aan, ik hoor dat. Jij mag de laatste start doen. Nou, dat is heel mooi. Ik wil wel even vermelden dat wij hoofdsponsor zijn, maar wij kunnen natuurlijk alleen maar met behulp van de co-sponsoren, die ook regelmatig genoemd worden. Dat is voor ons heel belangrijk om in de samenwerking met een aantal Hardenbergse bedrijven te doen. Nou, die zeggen hier met plezier even voor in het zonnetje. Arm, dankjewel voor het interview en blijf genieten. Finish van Heijn, 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 Heijn. Je komt uit het water, je gaat naar de lijn toe, probeer de lijn, chip wisselen, en dan kan de fietser van start. Je pakt je fiets, je gaat van start op de fietsroute, de fietser komt terug, je hangt zijn fiets op. Hier van Martijn Hekkel uit Groningen. Kansen op metaal, ere metaal. De team moet nog twee ronden, dus het nog twee rondjes. Kort triathlon, want er zijn ook nog een bij de dames is een mooie winst voor Marije Jankelman. Marije Assen op de finishlijn. Van daarachter zien we de andere teams komen, team van 24. Goed zo, maar het gaat goed hè. Er is heel veel trainen en reizen en heel veel ons als het goed gaat. Ik kan voor van lekker doen, de andere mensen zijn, dit is wel een moment om te zeggen, dit gaat goed zo hier. Heel goed georganiseerd en top georganiseerd zegt Marije Dankelman die in 2024 naar de Olympische triathlon gaat. Daar gaat Jerry de Jong niet meer, maar die gaat wel finishen. Hij kan in Vromzoom mooie dingen doen, deze triatleet uit Vromzoom. Dus die hebben ze in de strijd en dan zeggen ze hotse kom op jongen, hè? Zet de schouder vlug even onder. Ja, zo is het en het is een prachtig evenement en daar willen wij graag van. En van formaat en zeker een flink level, dus geen enkel spijt. Nee hoor, ik ben... Wat zijn dan de afstanden? De kilometer zwemmen, kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. En zo uitgesproken is het zo voorbij, maar als je er weer in zit lijkt me toch een hele bijna een waarin het dan komt. Nou, kijk, de train op. Die was in Duitsland bij de lange triathlon. We zagen hier ook de logo van René, de vent onder andere, natuurlijk de sportieve venthouder. En we zagen de finish van Erik Hulser, prachtig gedaan ook hij. De actie ter plaatse in deze serie achter triathlon dus binnen.
Een kleine verrassing. Ja, natuurlijk een onderdeel van het triathlon. Allemaal hartstikke goed in de onderdelen. Lobbyen, helemaal weer terug. Ja, deze lobbyen en dan. Ik heb geen idee hoe ver het achter zit. Goed zo, dames, lekker bezig, hè? Joehoe! Tors, wat is. Ik heb hier op een goede afwest. Ik heb ze overal staan overgelopen. Ja? Ja. Ja, mooi. Ze zitten dicht bij elkaar, hè? Ja. Ja, dus dat was wel ietsjes achter me, hè? Ja, weg. Goed. Hoe is dat daar weer met, hè? Ja, gewoon draag in de steen. Meilik! Kom op, hè! Volgens mij is dat maar wel daar in de hand. Daar. Ja. Bij de dijk. Ja. Zijn mannen moeten erop pakken, ze mooi kennen. Ja, die kennen nog wel. Ja, hij doet heel goed. Kom op, Mark. Ja, Mark. Jongen, ik vind dat je een topper zijn leven, hoor. 108 kilo, hè? Ja, kom op, Mark. Straks niet meer. Straks niet meer. Lekker vliegen. Wij beginnen straks met de uitslag van de kwart triathlon. Oké, okay, Jens, even wat de prijsuitreikingsmuziek is wel aardig hieronder. Ik noem even vast de prijswinnaars. Die komen hier naartoe bij de officials hier. En dan gaan we daarna huldigen. Beginnen met de damescategorie, dan de mannencategorie. De mannen 50 graag hier naartoe. Henk-Jan Meijer, Henry Steendrik, Jan van der Poel. Mannen 40, Peter van Groothuis, Theo Fuller, Olaf Brouwers, Evelien Hogendoorn. Mis ik nog voor de prijsuitreiking. Namens Dion, Swanet Hutte voor een mooie derde plaats. En een medaille. Dan de winnares in deze categorie uit Enschede, Mirjam Luysink. Goed zo, en een mooie medaille. Dan vraag ik jullie dames even mooi die beker hoog de lucht in te houden, heren Mirjam Leusing.
Goed zo, dames. Mag ik jullie vragen het podium te verlaten, want we gaan naar de dames 40 jaar en oud. Dames Dion, gaan wij de prijzen uitreiken. Voor een mooie tweede plaats, Marco Irma Onland. Dan, als winnares, eerst nog de medaille voor Irma in deze categorie, uit Nijker, Ivo van den Berg. Prachtige totaaltijd van 2 uur 23 minuten 13 seconden. De mooie medaille namens de organisatie van Sportservice Harderwerk worden hier de medailles omhangen. Goed zo, dames. De twee, Irma Holland, Yvonne van den Berg. Derde plaats, Weijen, Sarah Lynn Ruiver. En de wijker namens Dion, de medaille namens Sportservice Harderwerk. Tweede plaats is er voor Renate Post. En natuurlijk, in het midden, de geweldige winnares hier uit Zijwolde, Jorieke Kastelein. We gaan die hoge lucht in, dit mooie trio. Sarah Lindruijver, Renate Post, Jorieke Kastelein. Dames, hartelijk dank. Volgend jaar terugkomen in Hardenberg. Wij gaan naar de mannen 50 categorie. Plaats gaat naar Hardenberg, Henk-Jan Meijer. Voor die onderprijzen uitgereikt, de medaille namens Sportservice Harderwerk. Dan winnaar in deze categorie, Alain uit Antwerpen, Jan van der Poel. Prachtig gedaan, de allerbeste bij de mannen 50 categorie, 2 uur 7 minuten 19 seconden. Mag ik jullie vragen die beker nog in de lucht in te halen voor de pers en alle media hier. Applaus voor Henk-Jan Meijer, Jan van der Poel, Theo Fuller en in midden krijgen we Olaf Brouwers. De huldiging. Derde plaats, Zwolle, Peter van Groot-Heist. Han Dries namens Dion reikt de prijzen. Winnaar uit de midden, uit Rotterdam, Olaf Brouwers. Ook voor hem natuurlijk nog een mooie medaille. Heren, dan gaat die mooie cup hoog de lucht in voor de mooie fouten van Peter, Theo en Olaf. De beste drie vandaag bij de mannen 40 categorie. Bij de prijsuitreiking. Wij gaan naar de nummer 3. Erik Snijders, Schonebeek. Mooi gedaan. Tweede plaats nog beter. Taco van Taco Tol Harderwerk. Prachtig. 2 uur, 3 minuten, 26 seconden. En de nummer 1 is al virtueel naar Zwolle, maar wel winnaar hier was Hans-Peter Lucas. Goed zo. Peter Groot-Heist neemt zijn prijs mee. Deze twee. Als de medaille goed hangt, dan gaan we vragen jullie nog eens de wijker hoog de lucht in te houden voor een mooi plaatje. Kijk eens, een dubbele medaille, dat is ingewikkeld. Dit is beter. Voor Taco Tol, daar gaat hij. De wijker hoog de lucht in, deze mannen. Erik Snijders, Taco Tol. Voor de trio's op een derde plaats, het team van Joost mag het weten. Joost komt op de nummer 2. En dan krijgen we in het midden vertegenwoordigers van het team Politieteam Twente. Robert Gerritsen onder andere, wist ik eigenlijk ook wel. Snelle politiemannen. Goed zo, mannen, daar gaan we. En dames, derde prijs gaat daar. Joost mag het weten. Tweede plaats gaat naar Hartgon. En dat deden ze vandaag. Melissa de Lange, Edwin Baalsma, William van Enken. En in het midden. Mooi is dat, hè? Je zal maar inbreken zijn en deze achter je aankrijgen. Politieteam Twente! De allersnelste van vandaag. Mooi gedaan. Goed zo. Allemaal een mooie medaille. Terug dit te steken. Applaus voor Joost mag het weten. Hartgon. Politieteam Twente. Goed zo, mag ik jullie vragen wanneer de foto's gemaakt zijn om het podium te verlaten? Berger en de snelste Harderwerk Sun. Ik vraag voor het podium Laura Timmerman, Rudolf Martens. Die twee graag. Mevrouw Timmerman, mag ik u vragen op de nummer 1 te gaan staan? Vragen we dat ook aan Rudolf Martens. Dus ook Rudolf Martens komt er nu aan. Dat wordt een mooi top 2 duo hier op het podium. Dit zijn de beste Harderwerkers van vandaag. Mooi zo. Mag Dion weer een mooie beker uitreiken aan de snelste Harderwerkse Laura Timmerman.
En de snelste Hardenberger, Rudolf Martens. De mooie medaille erbij voor deze twee. Dit superfit duo uit Hardenberg. Bij de allerbeste vandaag ook nog eens in het algemeen klassement. Hardenberg, hier zijn uw favorieten. Laura Timmerman, Rudolf Martens. Naar Brugteveld, Margreet Bos. En de winnares komt volgens mij uit Friesland echter naar Brug. Jawel, Tineke van Berkum, Friesland, Boppen in Hardenberg. Mooie beker, mooie medaille. Doe maar dames, die beker hoog de lucht in. Margreet Bos, Tineke van Berkum. Nummer 3 graag Lianne. Nummer 2 Heidi Onning. En de nummer 1 Carina Slingerland. Carina Slingerland. Mooi zo, Carina. De wijk maar hoog de lucht in, want je bent de allerbeste vandaag bij de dames 40. Carina Slingerland. Uit Enschede, Suzanne Wenting-Nijhuis. Prachtige totaaltijd, 1 uur 13 minuten 50 seconden. Dan op een tweede plaats Nico Voet. Prachtig gedaan, 1:09:29. En dan op de nummer 1, 2024 is ze erbij bij de Olympische Spelen, ik weet het zeker. Nu al een nationale topper in Hardenberg, Marije Dankolman. Dat wordt een Olympisch sporter, let op mijn woorden. Suzanne Wenting-Nijhuis, Nicole Voet, Marije Dankolman voor een mooie foto hier. Zij zijn de beste van vandaag bij de 8e triathlon. Gaan wij huldigen. Uit Onderbroek, derde plaats, Henk Schoonhoven. En de winnaar in deze categorie, Frits Riemersma. 1 uur, 15 minuten, 45 seconden. En ik vraag me af, hoort er nog een beker bij? Daar is geen beker bij. Dan heb ik het goed gedaan. Oké, mannen, hartelijk dank. Dan gaan we naar de mannen 50 categorie. Langrijk als je daarbij wil, de adelaar van Westerhaar. Derde plaats Hengelo, Albert Roosendaal. Dan de winnaar in het midden uit Westerhaar, Never Give Up, Aje Nix. Wat een geweldig duo hier op het podium. En ook voor deze mannen vragen we de wenkers even hoog de lucht in te steken. Applaus voor Albert en Aje, de nummer 3 en 1. Derde plaats, Oosterwolde, André Pletten. Tweede plaats uit de diepe Groningen, Tina Loop, pleinbezorger van sport, Martin Veenhuizen. En de allerbeste in de media, Holtens kampioen dit jaar ook, André Aanstoot. De beste drie bij de mannen 40. Een mooie beker erbij en de medaille voor deze drie. De beker gaat eens even hoog de lucht in. Applaus voor André, Martin en André. De beste drie bij de mannen 40. Ik noem ze in volgorde. Marijn de Jonge voor een derde plaats, Joost Somsen voor een tweede plaats en de thriller Erik Schruider als winnaar hier in deze wedstrijd. Hij gaat in het midden staan, 8 tellen van de nummer 2 af. Wij gaan naar de nummer 3 uit Utrecht, Marijn de Jonge. Dan op een tweede plaats schitterend talent uit Eibergen, Joost Somsen, winnaar in Hengelo en in Rijssen. Maar de allerbeste vandaag komt uit Groningen, Erik Schroeder. 1 uur en 53 seconden. Heren, mag ik jullie vragen nog eens die beker goed te laten zien? Marijn de Jonge, Joost Somsen, Erik Schroeder. Daar gaan we dan voor de prijzen. Derde plaats, het team van Mix & Match voor Ineke Nawijn, Erwin Boks, Tim van den Berg. De beker aan de captain en de mooie medailles voor de rest, één keer links, één keer rechts, voor de captain vandaag. De medailles komen er aan nummer 2 vandaag voor Fun met Janine Meijer, Ralia Sweers, Astrid Ramaker. En in het midden het team van Vechtstromen 2, winnaars hier, Hugo Stamsnieder, Guus Brinkman en Renilde Huizinga. Die gaan nu de mooie medaille ook zo nog krijgen. En dan hebben we een schitterend trio teams hier op het podium staan van deze tweede Dion Triathlon. Nog even die medailles. Ja, dat lach ik om zo, al we allemaal de medaille om hebben. Dat is het mooiste plaatje natuurlijk.
die mooie oranje medaille bij als teken van ik ben vandaag op het podium geëindigd van deze Dion Triathlon. Goed zo, mag ik jullie vragen dan, als die laatste medaille omhangen is, om die mooie beker omhoog te steken, applaus voor Mix & Match, Voffen, Vecht, Stromen 2. Komen wij bij de laatste ceremonie, de snelste Hardenberger en de snelste Hardenbergster bij de achtste triathlon. Ik vraag hier voor het podium Dirk Muis en Josie Nieuwenhuis. Kijk, dat bedoel ik. Dirk Muis alvast op de nummer 1 gaan staan en Josien Nieuwenhuis komt daarbij. Dat zijn de allerbeste van vandaag. Josien staat er al. Wij missen nog Dirk Muis. Dirk Muis als je hoort voor het podium. Zo niet, komt nu de prijs voor Josien Nieuwenhuis. Beste Hardenberger van vandaag, gaan we nog zoenen, zegt ze. Jazeker. Mooi zo, de beker en nu nog de medaille. Omhangen. En de zoenen erbij voor deze topper uit Hardenberg. Daar gaat die beker omhoog, Josien Nieuwenhuis. Dames en heren, hierbij hebben we alle mooie ceremonies gehad. Mijn naam is Herman Wening, graag voor u gedaan. Mooie sportavond nog in Hardenberg. Het is de aanmoedigingsprijs namelijk. Oh, mooi eindshot, hè? Fantastisch!